Yo, het is weer zover. Tijd voor vlog 2 van de nieuwe vlogreeks eigenlijk. Vandaag in de vlog de intrede van de Sint. Ik heb de intrede van de Sint mogen presenteren in Brugge en ik heb de vlog meegenomen. Super tof. Het was echt super leuk om te doen. Dat is echt massa's leuk. Het was wel een beetje koud, maar er was immens veel volk, zoals je straks ook kan zien in de vlog. Dus we gaan er gewoon aan beginnen. Vergeet zeker niet te liken, delen en abonneren. En reageren misschien ook wel iets mag. Het is zaterdagavond. Morgen dan is het de intrede van de Sint. En ik ben even aan het kijken wat ik ga aandoen. Ik weet het al. Ik heb daar speciaal iets voor besteld op Zalando. Maar ik ga het even aandoen om te kijken of alles wel echt goed zit en goed is. Ik ga even showen wat ik ga aandoen. Deze handschoenen van Calvin Klein. Die ketchup is dat nog wel. Maar ik heb niet echt een schaar hier, dus dat gaat ook zo. Dan heb ik een witte trui. Dan heb ik ook nog deze skinny jeans met een witte streep. Want ik vind dat persoonlijk echt super cool. Zo'n streep aan de zijkant. Ik heb al zo'n broek gelegen. Dan gewoon een t-shirt, maar die ga je toch niet zien, want ik heb daar een pull over aan. Mijn schoenen ga ik even gaan halen. En dan deze schoenen van Chuck & Jones, ook besteld bij Zalando. Even reclame voor Zalando. Het is niet gesponsord of zo, maar. En ik ben echt super content met mijn schoenen. Ik heb ze al een paar keer aangehad. En dan nog iets. Mijn muts ga ik ook even gaan halen. En deze roze muts. Ik vind hem zelf op de camera lijkt het niet echt roze, maar het is wel roze. Het is licht roze. Die muts en mijn sjaal, daar ben ik nog niet aan uit. Ga ik zien welk weer het morgen is. Ik ga het even aandoen, dan kan ik kijken of alles goed zit. En dan nog een tikje aan mijn broek zelfs. Ik heb ook het geduld voor om daar een schaar voor te gaan halen. Ze zijn los. Zo'n beetje een super bombastische trui wel. Ik weet het, mijn haar trekt echt op niks. Maar dat is niet erg. Het is echt niet erg dat mijn haar op niks trekt. Want ik heb morgen toch een muts aan. Dus no worries. En ik denk eigenlijk dat touw dat erin zit, dat ik dat er lang gaat inzitten. Want ik heb hier een touw liggen van mijn roze trui. Ik heb die er ook uitgehaald. Om, ik ben daar eigenlijk niet aan zo'n touwtjes in een trui. Zie je het? Een beetje bombastisch, zoals ik zei. Die mouwen zijn een beetje groot. En dat is wel zo van. Dat is echt super cool. Maar daarbovenop ga ik nog mijn jeansvest doen. Ik ga die ook even gaan halen, want ik heb die niet bij me. Voilà. Dan die jeansvest erboven. Ik spring altijd. Zodat alles goed zou zitten. Die kraag ligt hier wel veel platter dan die kraag. Hè. Misschien moet ik daar nog even het strijkijzer op zetten straks. Dat een beetje hetzelfde blijft. Zo, met die muts en dan mijn handschoenen. Die zijn een klein beetje te groot, maar het is daar maar in maat van. Ja, kijk. Dan mijn handschoenen. Ik denk dat ik. Want zo vind ik dat eigenlijk niet mooi. Dus ik ga even proberen om mijn mouwen op te rollen. Even kijken wat dat geeft. Ik ga dan gewoon morgen vragen, als er hier iemand is, om dat dicht te doen. Zo zou dat veel mooier zijn. Dan zie je ook nog een stukje van mijn trui. Dat is ook de mouw niet verloren. En dan komen die handschoenen en mijn vest ook veel beter overeen. Ik heb eigenlijk geluk dat ik dat nu nog even aan. Ik vind het zoveel beter. Ik ga het even tonen anders. Zo, voilà. Ik heb hier voor een witte muur staan. Zo. Ik heb nu wel mijn schoen nog niet aan. Dat is ook een beetje dom eigenlijk. Maar kijk. Ik heb even voor het licht staan. Ach, mooi licht. Zo. Zo. Helemaal klaar. Super toppie. Voor de intrede van de Sint-morgen. Dan degen dat ik nog mis is een micro. Moet ik even de haarlak gebruiken. Hè. Voilà. Gaat ook. Toch? Voilà. Helemaal klaar voor morgen voor de intrede. Misschien moeten we van eerste keer overschakelen op morgen. Toch? Goedemorgen, het is zondag vandaag, dag van de intrede. Ik ben mij aan het klaarmaken. Ik moet er een klein beetje deftig uitzien. Dus ik ben even, ja, iets dat je niet echt verwacht bij jongens. Maar er zijn heel veel jongens die dat doen.
Gewoon omdat ze zich daar comfortabel bij voelen, omdat ze zich daar beter bij voelen, doen ze een laagje schmink aan, een laagje make-up. En als ik tv-opnames heb, is dat ook zo. Dan krijg je dat ook aan. En vandaag voor de intrede ga ik dat ook doen. Want dan zie ik er gewoon veel beter uit, vind ik zelf. En dan zie je mijn jeugdpuistjes niet allemaal. Dus ik ben nu even aan het wegwerken en dan ben ik helemaal klaar voor de intrede zometeen. Ik ga je ook meenemen. Zometeen ga je ook beelden zien van de intrede. En ja, ik ben er bijna klaar voor. Juist nog al mijn kleren aan. Ik heb nu nog iets anders aan. En mijn haar ziet er wel savant uit eigenlijk. Ik heb er niks in gedaan, maar ik moet toch die muts aan hebben. Hè. Dus daarom heb ik niks aan mijn haar gedaan. We zijn onderweg naar de Burg in Brugge. Hè. Want daar is het evenement. Daar gaat de intrede van de Sinterklaas vinden. En hij is bij mij. En zijn zus ook, maar ik denk niet dat ze in beeld wil komen. Ik ga het toch proberen. Ze wil niet zien. Maar even stappen en we zijn er. Het is veel volk hier. We zijn aangekomen ondertussen op het podium van de intrede van de Sint. En daar staan al twee zwarte pieten. Druk bezig voor de pietendisco zometeen. Ik heb al een foto met hen genomen. Straks is het zover. Dan komt hij hier aan. Al zenuwen, want ja, dat is echt zo'n belangrijke man die langskomt. Hij gaat dus straks hier, uit deze deur, zal hij straks aankomen. We gaan eens naar daar lopen, hè. Straks zal hij hier, uit deze chique deur, van het stadhuis van Brugge, hier binnenkomen. Dan gaat hij buiten komen en dan gaat hij hier allemaal zwaaien naar de kindjes. Superleuk. En dan mag ik hem een vraag stellen, omdat hij blij is dat hij in Brugge is. En dan uit die andere poort, daar komen er allemaal super zwarte pieten. Maar die zijn natuurlijk ook mee op de boot van de Sint. Daar. Gaan er superveel zwarte pieten lang uitkomen en zo. En dan gaan ze allemaal hier langs het pad lopen. En allemaal snoepjes geven aan de kinderen. Echt super tof allemaal. En dat is het podium. Ik ga het ook even tonen. Dat is het podium. Dat is de fotograaf en zijn zus. Zijn zus die altijd zo graag in beeld komt. Of toch niet? Dat is al een zwarte piet. En nog een zwarte piet. En een camera. En een beeld, want straks op dat scherm ga je kunnen zien dat de Sint onderweg is naar dit chique podium hier. En dan heb je hier een trapje, dan moet je een trapje op. Heel gevaarlijk trapje wel. En dan moet je hallo zeggen tegen de mensen die komen natuurlijk. Dat is een beetje de regie die daar staat en zo. Allemaal super tof. Maar het volk is ondertussen ook al een beetje aan het toekomen, zoals je ziet hier op de Burg in Brugge. Dus ik hoop dat er echt super veel volk zal zijn om straks ja, aan ons te zijn. Hè. Voilà. Spannend, hè? Ik vind het ook. Misschien moeten wij al met de kindjes die hier zijn al een keer proberen een Sinterklaas liedje te zingen. Want dan straks, als Sinterklaas aankomt, zou het misschien leuk zijn als we met die kindjes een Sinterklaas liedje kunnen zingen. Ja, dat is waar. Kennen jullie wel al een Sinterklaas liedje misschien? Kan jij hier eentje? Kruisje, ballen. Ja, dat kan ik ook, ja. En zijn er nog andere liedjes? Kennen jullie Sinterklaas Kapoentje? Ja. Gaan we die een keer proberen, Zwarte Miet? Ja, dat is goed. Ja, die kunnen dat. Het is de Sint die aankomt, maar er staat al een kerstboom. En zelfs ergens hangt hier al een kerstbal en de lichtjes hangen er ook al in. Dat is voor sfeer. Voor sfeer en gezelligheid hebben ze hier de kerstbomen gezet. Zelfs met een slinger erin. Super tof. Maar de Sint, ik denk wel dat hij dat leuk vindt. Een beetje sfeer hier op de Burg in Brugge, toch? Ik denk dat wel. Er is ook een collega-vlogger, mooi. Dat is een collega-vlogger. Vol te maken, dus wees een beetje lief. We gaan je niet vergeten. Er is echt veel volk. En straks nog meer volk. De Sint is geweest, zit erop. En deze is nog een show van de Zwarte Pieten. Moet je dat meedoen, hè? Supergoed!
zeg zelf, dat zag er toch super cool uit. Dit was de intrede van de Sint 2019. Volgend jaar een kans om te komen kijken. En dat gaat misschien nog veel spectaculairder zijn, of weet ik veel. Maar volgende week is er misschien een nieuwe vlog, of misschien ook niet. Als ik tijd heb en een speciaal onderwerp heb voor de vlog, dan gaat het zeker in de vlog zitten. Maar ik ga wel iets vertellen, want binnenkort komt de Nachtwacht-vlog eraan. Tjakkes bikes en merci om te kijken.